Zijn er vier mensen ingeflikkerd, toch? Ja, Elia, heb je me nog op WhatsApp? Ja, ik heb ook WhatsApp, ja. Heb maar jij papa, mij nog dit ga ik naar je sturen, hoor. Elia, dit is heb jij mij nog op WhatsApp? Zijn het er drie? Nou, daar stond daar een beetje in het midden. En de eerste ging er al doorheen. En daarna ging de tweede, want die wou helpen. En die derde wou ook nog helpen en die ging er ook doorheen. En toen, ja, toen lagen ze erin en de eentje ging de hele tijd kopje onder. Want volgens mij kon hij niet echt zwemmen. Veel paniek gisteren aan het einde van de middag. In een grote vijver midden in een woonwijk in Nieuw-Loosdrecht zitten drie jongens muurvast in het ijskoude water. Wesley woont vlakbij de vijver en zag het allemaal gebeuren. Hij sloeg alarm. Ik zag ze zakken, ik zag een van hen, zag ik de hele tijd kopje onder gaan. En dat was gewoon geen fijn gezicht. Ja, Wesley had de overbuurjongen oom gehaald. Die is gekomen, die is hier erop gegaan. Ja, hij gooide het ladder op het ijs. Er werd ook nog een plank opgegooid en touwen. Toen sprong hij er zelf in en brak hij al het ijs voor zijn neus weg. De drie jongens zaten toen al 10 minuten in het ijskoude water. Hun redding kwam op het juiste moment. De kinderen die zijn ook goed opgevangen bij iemand thuis. In een soort speciale brancard gebeurde dat, zodat je weer op lichaams, je temperatuur weer goed wordt, want ze waren onderkoeld. En vervolgens heb ik gisteravond even de mensen gesproken die het betrof. En we gaan er binnenkort nog wel aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk wel fantastisch dat die redding heeft plaatsgevonden. En dat is het zeker, want het had ook anders kunnen aflopen, realiseren omstanders. Nou, ik denk dat die jongen was verdronken, want hij kon niet zwemmen. En als hij niet zijn oom had gehaald, ja, dan was hij denk ik wel verdronken.